tijd tot nu toe. Ja, die snelste tijd was neergezet daar zo door die andere deelnemer, maar we gaan kijken wat Joey Eikelen neer gaat zetten voor tussentijd. Ja, die tussentijd die was daar van 24,5 van Rody van de Heuvel. Rody van de Heuvel dus 24,5, maar dat Joey Eikelen, de Team Rijder. Het is daar 23,8, 17e sneller maar liefst. 17e sneller, dit is de tijd waar de rijders zich op tuk moeten gaan bijten bij de Time Trial 2014. En hij komt over de finish in de tijd van 36,8 seconden sneller.